Steunkousen aantrekken is voor vrijwel iedereen een worsteling. De Helpsok is een innovatie die dit probleem voor veel mensen kan oplossen. Dico is ergotherapeut en leert vandaag aan zijn collega hoe het apparaat werkt. Want zij gaan het hun cliënten ook weer leren. Ik heb hier een machine waarmee je steunkousen makkelijk kan aantrekken. En die ga ik even demonstreren. Ik heb daarvoor een compressiesteunkous. Ik zet hem eerst even op de pauzeknop en dan zet ik hem aan. Dan vervolgens breng ik hem vanaf de bovenkant eroverheen. Oh, dan kan je zo overheen schakelen. Ja. Ja, en dan kan ik hem eventueel een beetje vasthouden. En dan loopt hij uiteindelijk mooi naar beneden. Ik kan hem een beetje meevoeren. Hij trekt hem als het ware wat breder, zodat mensen die moeite hebben met de steunkousen zelf aantrekken, eigenlijk minder kracht hoeven te zetten. Als hij eenmaal tot dit punt is, dan kan hij uit. Zet ik mijn duim erop, til ik hem hier omhoog. Draai ik hem om. Dan mag je even je voet strekken. Doe ik hem eerst over jouw voet heen tot over de hak. En dan trek ik hem omhoog. En Petra, dan mag jij hem aannemen. Ja, mag je hem omhoog trekken. En hij gaat met magneten gaat hij uit elkaar. Nou, helemaal goed zo. Zonder pijn en zonder moeite. Dat zag er gemakkelijk uit. We mogen ook nog een kijkje nemen op de werkplaats, waar de toestellen worden onderzocht en getest. Het aantrekken van steunkousen is erg zwaar, vooral voor oudere mensen. En met dit apparaat kunnen we ervoor zorgen dat dat heel makkelijk gaat. En de ergotherapeuten die zorgen ervoor dat die mensen getraind worden en het kunnen. Wat dit betekent voor mensen die moeite hebben met het aantrekken van steunkousen, is dat ze het nu helemaal zelfstandig kunnen. Zonder hulp van thuiszorg op het moment dat ze het willen. Of ze uit de douche komen of dat ze wat later willen opstaan. En dat is geweldig voor mensen dat ze hun eigen zelfstandigheid weer terugkrijgen. Goed om te zien dat mensen hierbij wat extra ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast ontlast het ook nog eens de werkzaamheden in de zorg. Meer informatie over deze Nederlandse innovatie? Kijk dan op www.helpsok.nl.